Grote zorg in Nederland. We hebben zorgen bij het onderwijs. De jeugdzorg loopt uit de hand. De boeren protesteren. De huisartsen weten het niet meer. En van de week waren de ouderen aan de beurt. Minister Helder die zei, ja, het moet allemaal anders wat dat betreft in de ouderenzorg. Ben de Koning, hoe kwam het op jou over? Als warrig in ieder geval. Dus mevrouw Helder, die haar achternaam geen eer aan doet, vind ik. Maar dat even tezijde. Die heeft een soort slogan die zegt, zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Nou, volgens mij gebeurt het al heel erg veel. Ik bedoel, mensen gaan doen echte dingen zelf zolang als het kan. Die blijven echt thuis wonen zolang als het kan. Je kunt het straks aan onze receptie vragen, maar er heeft hier echt nog nooit iemand aan de balie gestaan met te zeggen van, ik ben dat thuis wonen zo zat, kom lekker bij jullie wonen. Dus ze komen alleen maar als het echt niet meer anders kan. En digitaal als het kan, ja, dat doen we natuurlijk ook al. Hè. Maar ze heeft wel gelijk. En ja, ik vind het een beetje moeizaam voor. Het is ook moeizaam voor het voetlicht te brengen. Dat we gaan een periode in waarin het aantal ouderen enorm gaat stijgen. De beroepsbevolking niet echt veel groter wordt. We ook het ons niet economisch kunnen permitteren om meer mensen naar de ouderenzorg te halen. Dus we zullen met dezelfde hoeveelheid mensen, zo noemen wij dat hier intern, meer mensen moeten gaan helpen. En dat kan op een heleboel manieren. De minister zegt van twee medewerkers op 8 bewoners, dat moeten we loslaten. Wat zou daar het effect van kunnen zijn? Ja, voor zover het al gebeurt in dit land her en der. Je moet gewoon goede zorg en diensten verlenen. Al die waar je mee moet stoppen, dat scheelt al een heleboel. Dus met al die rare kwaliteitskaders en al dat gedoe. Dus gewoon goede zorg verlenen. En of dat met 2 mensen is, of soms met 3 en soms met 1, afhankelijk van de omstandigheden en of de vakanties zijn. Onze wereld is geen andere dan de rest van de wereld. Dus daar zit het hem niet in. Waar we naartoe moeten is dat we een beetje de onzin uit de zorgverlening halen. Maar, hoe doe je dat, Ben? Nou, ze kan ook bij zichzelf beginnen. Ze werkt op een ministerie. Ze zou eens al die etages af kunnen lopen en kunnen vragen van, joh, wat doe je eigenlijk? En ik denk dat daar ook heel veel verborgen werkeloosheid zit. Dat is allemaal niet nodig. En een heleboel dingen die in de organisatie van zorg zijn niet nodig. Er zijn heel veel vacatures. Ook de zorg natuurlijk. Hoe moeilijk is het om mensen binnen te krijgen? Best wel lastig. Best wel lastig. In toenemende mate ook lastig. Het lukt ons nog wel. Ik denk ook dat, het is in de zorg ook niet anders dan bij in andere bedrijfstakken. We hebben een algemene krapte, dus er zijn eigenlijk te weinig mensen om alles wat we in dit land graag zouden willen nog te doen. Dus er wordt geen busje meer gemaakt voor een aannemersbedrijf waar niet al gelijk onder staat collega's gezocht. Zo zit het en het is in de zorg niet anders, in de ziekenhuizen niet anders. Maar voldoende mensen krijgen heeft vooral te maken met een goede werkgever zijn. Als je een goede werkgever bent, dan willen mensen best bij je werken. En wat is een goede werkgever? Ah, dat zijn duizenden dingen. Hè? Maar mensen in de gelegenheid stellen om het werk goed te doen. Dus ze meenemen in wat ze doen. Trots laten zijn op hun werk. Zorgen dat ze capabel zijn om het werk te doen met bijscholingen. Fatsoenlijk belonen. Fatsoenlijke verantwoordelijkheid. Eigenlijk omgaan met mensen zoals je graag zelf wilt dat er met jou omgegaan wordt. Kan je nou zeggen dat al deze zorgen, al deze problemen een gevolg is van vorige kabinetten? Nou, misschien een gedeelte wel. We laten dingen soms wel eens te ver komen. Ik denk dat iedereen in dat land over heel veel vindt. Maar waar we allemaal geen geld aan uitgeven en energie in steken, waarvan je je achteraf af moet vragen van, is dat nou wel nodig? Hè? Ik bedoel, we hebben in de afgelopen jaren, want je begon met te zeggen, jeugdzorg ook een probleem. We hebben allerlei knippen aangebracht in financieringssystemen, waardoor jeugdzorg bij gemeentes terecht is gekomen. Andere dingen weer bij de zorgverzekeraars, andere dingen bij zorgkantoren. Je hebt zo langzamerhand in de zorg meer grensconflicten dan je op het journaal ziet. En dat is allemaal nergens goed voor. Dus haal die dingen nou weer eens gewoon weg en kijk naar wat mensen nodig hebben. En probeer daar de zaken omheen te organiseren. Heel praktisch overigens. Er wordt ook gezegd van, ja, we kunnen mensen minder wassen, schoonhouden. Hoe kwalijk is dat? Ja, dat zijn gewoon verkeerde voorbeelden. Weet je, dat is niet. Dus dan krijg je zo'n kop in de krant als, we gaan dit meer doen en dan maar wat minder douchen. Het zit hem niet in dat soort afwegingen. Ik bedoel, de opgave blijft om met minder mensen meer mensen te gaan helpen. En de kunst is om daarvan zo min mogelijk schade bij de klant te laten terechtkomen.
Dus je kunt ook een heleboel administratie en een heleboel bureaucratie en een heleboel regelgeving weghalen. Waardoor mensen meer ruimte hebben om die klant gewoon te blijven douchen als hij dat wil. We hebben een nieuw college in Schiedam. Er is een coalitieakkoord getekend. Het woord ouderen, ouderenzorg, komt totaal niet voor in dat verhaal. Hoe sta je daarin? Ik vind het verbijsterend. Omdat ook in Schiedam natuurlijk de uitdaging is. Daar kunnen we het lang en kort over hebben. Maar het aantal 80-plussers in Schiedam gaat nog met 40% stijgen. Nou, als je weet dat wij op dit moment al meer dan 200 mensen op onze wachtlijst hebben voor verpleeghuiszorg, 100 voor thuiszorg en tegen de 1000 voor de ouderenwoning. Ja, dan zou je denken, en dat gaat dus 40% erger worden, laat het is 30% zijn of 20%, maar het is nu al erg. Dat het een van de zaken is waar we wat aan moeten doen. Ik bedoel, net zo goed als jeugdzorg. Jeugdzorg is volgens mij heel erg belangrijk. Maar ook armoede. Weet je, we hebben in Schiedam een aantal wijken waar armoede gewoon, ja, dat is niet meer er is. Die woedt daar echt met alle gevolgen van dien. Dus dat behoren wat mij betreft prioriteiten te zijn. Maar ja, kijk, als je het niet opschrijft dat je er wat aan gaat doen, wil nog niet zeggen dat je er morgen niet gewoon mee kan beginnen. Want dat was eigenlijk mijn laatste vraag. Normaal zou ik aan je vragen, waar ligt de oplossing? Maar dat is te ruim genomen. Waar moeten we mee beginnen? Nou, waar we vanaf moeten is denk ik dat we moeten beseffen dat het niet meer door kan gaan zoals het ging. Op allerlei terreinen. En jij had het er net over stikstof, je had het over de huisartsen, je had het over jeugdzorg, je had het over onderwijs. Die zijn niet meer te handhaven zoals we het deden. Onder andere ook vanwege het feit dat we daarvoor niet genoeg mensen hebben. Dus je kunt wel roepen, het onderwijs, je komt er zelf uit. Hè? Er moeten meer mensen naar het onderwijs, maar die zijn er niet. En zo zijn er een heleboel takken van sport waar we gewoon onvoldoende voor mensen voor hebben om door te gaan zoals we het deden. Dus dan moeten we kijken, hoe kunnen we nou datgene wat belangrijk is in de lucht houden? En hoe kunnen we de onzin die we met z'n allen hebben gecreëerd, of de overdaad, of whatever, ervan afhalen? En dat is wel een taak van de overheid, om keuzes te maken. Je moet durven te kiezen. Want dit gaan we wel doen, dit doen we niet. En je weet, we zijn allemaal Nederlanders. Dan gaan we 3 dagen mopperen en dan denk je, jammer. Maar dan is het zo.